Mijn naam is Jan de Mooij, ik ben algemeen directeur van het CAU Rotterdam. Ik ben ongelooflijk blij dat de afgelopen dagen in ons midden is de commercieel directeur van de FBI, Ralf Strauss, die hier naast me zit. En ik ben ongelooflijk benieuwd wat de eerste indruk is van Ralf over het CAU Rotterdam. Dankjewel voor de uitnodiging, Jan. Schitterend event. Inderdaad, de eerste keer dat ik hier ben. Na de regen van afgelopen donderdag en het noodweer was ik een beetje bang voor vrijdag, maar dat was geen enkel probleem. Fantastisch voor de CIA FBI Nations Cup event. Met het Nederlandse team wat gewonnen. Dat was natuurlijk helemaal leuk. Maar schitterend event, mooi weer. Je ziet dat ook door de community hier heel breed gedragen wordt met zoveel volunteers, wat je vertelde. Dus verschillende dingen. Hartstikke leuk om hier te zijn. Nou, het is ook hartstikke leuk. Het is ook een internationaal paarsportevenement, maar wat jij zelf net ook terecht zei, het gaat inderdaad heel erg over netwerken. 300 bedrijven verbonden aan het CAU. Zijn er nog bedrijven waar je zegt van nou, die zou ik ook heel graag willen koppelen aan de FBI? Internationaal? Er zijn wel wat. We hebben natuurlijk Longines die al hier is. We hebben natuurlijk ook hoogsponsor van de FBI. Maar er zijn zeker wel wat andere bedrijven hier waar we interesse hebben om verder mee te praten. Om te kijken of we ook wat op internationaal gebied zouden kunnen doen. Okay. Je reist veel door de hele wereld heen. Je bezoekt natuurlijk steeds meer evenementen. Los even van het hipse evenement. Dat Stroodorp, wat vind je daarvan? Want s'avonds is het één grote feest. Maar kan je er iets over vertellen? Dat is redelijk uniek. Ik heb dat nog niet zo meegemaakt. Het is natuurlijk fantastisch om iedereen na zo'n event bij elkaar te brengen in één plek. En iedereen daar gezelligheid en een drankje drinken en een schitterende entertainment. Leuke bands. Iedereen staat vrijwillig mee te zingen. Het is een fantastisch feest. Een ontzettend mooie afsluiting is van een dag. Ja, wat de kijkers natuurlijk niet helemaal weten, maar de naam doet vermoeden dat Ralf al heel ver komt. Maar Ralf, volgens mij heb je al wiegje heel erg dicht bij Rotterdam gestaan. Misschien kan je iets over vertellen. Ja, geboren en getogen heel dicht bij Utrecht. Maar al lang weg uit Nederland. Maar natuurlijk blijft mijn hart altijd nog voor Nederland kloppen. Dus als ik dan een Nederlands team zie winnen, dan is dat heel erg goed. Nou, misschien een laatste afsluitende vraag. Ik heb je de afgelopen dagen meegenomen ook over onze ambities mondiaal in de hele wereld. Europees kampioenschap 2019. Zoals je weet zijn we kandidaat voor 3 disciplines. Je hebt het hier nu gezien. Heb je nog een aanbeveling aan ons als organisatie? Waar je zegt van nou, daar zou ik heel erg goed op letten. Ik denk dat de locatie is fantastisch. Er zijn wat logistieke uitdagingen in de omgeving. Maar fantastische locatie, fantastisch team. Dus op dit moment zou ik het enige wat ik zou kunnen zeggen, gewoon zo doorgaan. Dan zullen we zien wat gebeurt in 2019. Dankjewel. We zijn vreselijk ons best aan het doen. Aan het eind van het jaar zullen we weten wel of niet. Dankjewel voor dit interview en graag tot de volgende keer.